Goedemiddag en welkom bij deze sessie. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe Nederlands als taal gebruikt kan worden bij de Insight Advisor functie. Mijn naam is Daniel Lumkeman en ik ben een solution architect binnen Qlik voor de Benelux regio. De Insight Advisor is sinds 2020 beschikbaar in het Nederlands. En ter verduidelijking, de Insight Advisor is de functie die beschikbaar is voor een gebruiker om in een applicatie middels gewone taal vragen te kunnen stellen. In 2021 is er mogelijkheid toegevoegd aan de Insight Advisor om Nederlandse tekst te genereren in een applicatie op basis van de voorgestelde analyses van die Insight Advisor. En het beste is om een dergelijke functie natuurlijk in actie te laten zien en dat is ook wat wij nu zullen doen. En daarom volgt nu een korte demo. Zoals jullie zien zijn we hier op onze hub. En je kunt direct zien dat mijn taal in het Nederlands staat. Mocht je nu deze taal willen wijzigen of je weet niet precies waar dat moet. Rechtsboven zien we mijn profiel en als ik daarop klik zien we daar profielinstellingen. En als ik die open, dat doe ik even op een ander tabblad, zien we hier dat ik de voorkeurstaal kan wijzigen naar verschillende andere talen. En bij mij staat die in het Nederlands. Ik heb een applicatie voor ons klaargezet, verkoopanalyse, en deze ga ik openen. Er is data geladen in de applicatie, maar verder is er geen werkblad aangemaakt, er zijn geen visualisaties. Het is eigenlijk nog een lege applicatie. Dus als wij een nieuwe werkblad aanmaken en deze openen, komen wij in de nieuwe Simplified Editing modus, maar... Wat ik hier wil laten zien is die Insight Advisor. Dus als wij daarop drukken, komen we eigenlijk terecht bij de Insight Advisor. Als het goed is, is dit gedeelte jullie al bekend. Maar waar het nu om gaat, is dat wij de taal hier kunnen omzetten naar bijvoorbeeld Nederlands. Voor ons, voor deze demonstratie van belang. Maar ook andere talen zijn inmiddels beschikbaar hier. We kunnen ook hierboven bij de Insight Advisor ook in het Nederlands de taal instellen. En mocht dit nu niet beschikbaar zijn in de app, dan kunnen we, kunnen we dit aanzetten door op de titel van de app te klikken en dan naar instellingen. En dan hebben we hier bij app mogelijkheden de switch om Insight Advisor in deze app aan te zetten. Voor ons is deze dus nu al aangezet en wij kunnen dit sluiten. Ja, enkele vragen die we dan nu kunnen stellen in het Nederlands is bijvoorbeeld hoe hoog is de winst in de komende periode in natuurlijke taal. Zo wordt het ook herkend, een vraag in natuurlijke taal. En direct wat wij terugkrijgen is dus de winst over bestellingsdatum. En het herkent dus hierin een periode of tijdseenheid, winst als measure. En geeft ons zodoende een lijngrafiek. We zouden ook kunnen vragen, wat is de of wat is mijn verkoop per categorie bijvoorbeeld? Ja, als we dit vragen, dan krijgen we een mooie bar chart van de verkoop per categorie. En stel je nu voor dat wij eigenlijk alleen maar geïnteresseerd zijn in de top 5 verkoop per categorie. Nou, dat kunnen we dan ook zo door of invoeren. En nu zien we dat we eigenlijk diezelfde bar chart op zijn zijkant weer voor ons krijgen, maar dan met de top 5 categorieën. Kunnen we ook specifiek aangeven om een bepaalde visualisatie te maken? Ja, we kunnen bijvoorbeeld vragen, toon mij een lijndiagram van de kosten over tijd. En als we dat nu doen, krijgen we weer de kosten over de bestellingsdatum in een mooie lijndiagram. En stel je voor dat we iets geavanceerdere visualisaties willen laten tonen. Kunnen we bijvoorbeeld zeggen, toon mij een uitsplitsing van kosten per categorie per product. En als we dan op enter drukken, krijgen we
hier een hele mooie visualisatie, een uiteensplitsing van de kosten per categorie en per product. Ben je nu benieuwd hoe je dit nu verder kunt gebruiken en hoe je het misschien zelfs nog verder kunt configureren? Dan refereer ik jullie of dan raad ik aan om de ClickHelp site te raadplegen. Je kunt dan zoeken bijvoorbeeld op conversationele analytics. Of analyses bedoel ik eigenlijk. Nu ga ik het Nederlands en Engels met elkaar combineren hier. Analyses. Nou, dan krijgen we daar terug alles wat met conversationele analyse te maken heeft. Mocht je iets specifieker willen zoeken over hoe je de Insight Advisor als gebruiker kunt gebruiken, kun je ook direct zoeken naar analyse verkennen met Insight Advisor. En dan kom je direct uit op een pagina waarin precies staat uitgelegd hoe je de Insight Advisor kunt gebruiken in het Nederlands. Mocht je willen weten hoe je deze verder kunt configureren als een ontwikkelaar van een applicatie, dan zou je ook kunnen zoeken op logische modellen aanpassen voor de Insight Advisor. En dan kom je bijvoorbeeld op gegevensmodellen bouwen voor Insight Advisor met behulp van bedrijfslogica. Ja, daar staat precies in hoe je de verdere logica kunt aanpassen. Dat was het voor deze demo. Ik hoop dat het voor iedereen helder is. Ga ermee aan de slag. Het is mooi dat er nu ook met Nederlands verder gewerkt kan worden. En ik wens jullie veel succes. Fijne dag, tot ziens.